Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een mooie nail art met bloemetjes. Het is eigenlijk een hele eenvoudige nail art, een beetje een simpel design. Met verschillende soorten bloemetjes en dat heb ik gedaan met stempels. Verder heb ik een lichte basiskleur gebruikt. En als je goed kijkt zie je al die hele mooie flakes erin. En ik heb een matte topcoat gebruikt. Ik vind het echt een zomerse nail art. Leuk met al die felle kleurtjes. En als je dan in het zonnetje staat, dan zie je ook mooi die flakes blinken. En vooral onder die matte topcoat vind ik dat echt super mooi. Ik had dat laatst al laten zien in die vorige video met die marble. Daar had ik ook een matte topcoat aangebracht over die flakes. En dat gaf zo'n mooi effect. Ik had daar ook een klein filmpje van gemaakt en op Instagram gezet. En daar kreeg ik echt super veel reacties op van jullie. Iedereen vond het ook super mooi, dat effect. Dus ik dacht, ik ga dat in deze video nog eens een keer proberen. En dan dus onder zo'n lichte kleur. En je ziet echt die flakes. Je krijgt een beetje zo'n shell effect. Zo'n schelpen effect. Zo'n parelmoer. Dus ik ga je nu in deze video laten zien hoe ik dat heb gedaan. De basiskleur die ik voor deze nail art heb gebruikt is Pina Colada van de Gel Bottle. Ik vind dat echt een heel mooi kleurtje. Een perfecte kleur als basis voor een nail art. Het is heel licht roze, crème-achtig. Dus het is echt niet zo hard als wit. Wit kan soms echt een beetje hard zijn, vind ik. En dit vind ik echt een hele mooie basiskleur. Dus hiervan heb ik nu 2 laagjes aangebracht. Deze hard ik uit in de lamp. En dan ga ik daar zo meteen die flakes op aanbrengen. Dit zijn de flakes die ik ga gebruiken. De Magic Flakes nummer 1 van Larnes. Echt hele mooie flakes zijn dit. Maar jullie weten inmiddels wel dat er heel veel verschillende soorten flakes zijn. Verschillende merken. Eigenlijk kan je iedere flake hier wel voor gebruiken. Deze ga ik nu aanbrengen op de plaklaag van die gel polish. En die flakes blijven altijd heel goed plakken. Je moet wel een beetje een plaklaag hebben, maar als je niet een hele sterke plaklaag hebt, blijft het nog wel plakken. Want die flakes zijn zo dun, zijn echt flinterdun. Dus dat kleeft daar echt wel aan vast. Nou, ik breng dit gewoon aan over de gehele nagel. Dep het een beetje goed aan. Eventueel kun je nog met je vinger even eroverheen gaan, zodat je zeker weet dat alles mooi plat erin zit. En dan ga ik hier een matte topcoat overheen aanbrengen. Ik heb de matte topcoat ook van de gel bottle, maar je kan natuurlijk iedere andere matte topcoat gebruiken wat je zelf in je collectie hebt. Deze breng ik aan over die flakes. Je ziet nu nog niet het effect, maar zodra deze gel is uitgehard, dan wordt die mooi mat. Dus als die zo meteen uit de lamp komt, dan zie je dat effect. Dat zal ik goed proberen te laten zien. Dus dit hard ik uit in de lamp. En hier is dus de uitgeharde matte topcoat. En ik hoop dat je het een beetje kan zien. Maar dit geeft echt zo'n mooi effect. Zie je die flakes mooi? Ja, nu zie je het denk ik. Die flakes mooi op die ondergrond zitten. Echt heel erg mooi vind ik dit. Hier ga ik nu overheen stempelen. En ik heb dus verschillende bloemenpatroontjes gebruikt. En ik heb hiervoor een stempelplaat gebruikt die eigenlijk bedoeld is voor dat dubbel stamping. En dan moet je dus eerst zo'n groot vlak stempelen. En normaal doe je daar dan nog een extra stempeltje overheen met de fijne lijntjes. Maar die heb ik nu weggelaten, want ik wil juist een beetje die grove bloemen hebben. Daarvoor kun je verschillende stempelplaten gebruiken. Degene die ik het meest heb gebruikt is deze. En dit is toevallig een stempelplaat die van AliExpress komt. Hier zie je het nummer of de naam staan. Dus mocht je hem willen opzoeken. Ik heb deze opgestuurd gekregen van een hele lieve volger en ik heb de plaat ook al echt vaak gebruikt, dus ik ben er super blij mee. Maar zoals je al kan zien, zie je hier van die grove bloempatroontjes en deze heb ik nu dus gewoon gebruikt. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je daar dus bijvoorbeeld die fijne lijntjes of deze lijntjes weer overheen stempelt. En hier zie je dat ook bijvoorbeeld heel goed. Deze, dan moet je dit patroontje dan weer overheen stempelen en bij die moet je die daar weer overheen doen. Dus, en hier ook deze twee. En deze moeten ook over elkaar. Dus ik ga dat nu niet doen. Ik pak dus echt alleen dat onderste patroontje. Dus ik wil echt een grof bloemetje krijgen. Dus deze stempelplaat is daar perfect voor. Dan heb ik er nog een andere. Even kijken hoor. Van de Botanical Collection van Moyu. Daar zitten ook wat van die dubbel stamping patroontjes op. Ook met van die bloemen. En daar zou je dus ook makkelijk deze voor kunnen gebruiken. Deze horen ook weer zo bij elkaar. Maar als je dus alleen die grote vlakken gebruikt, kan het ook. Je zou eventueel ook wel andere stempelplaten kunnen gebruiken. Maar als je een bloemetje gebruikt waar je dus alleen maar de lijntjes van hebt. Dus bijvoorbeeld zoiets of zoiets. Dan krijg je een heel ander effect. Want dan is namelijk de ondergrond gewoon wit. Als je dit bloemetje stempelt, krijg je wel die lijntjes. Maar dan krijg je niet zo'n mooi
ja, zo'n roze bloemetje of zo'n blauw bloemetje, dan krijg je echt alleen maar die lijntjes. Dus je moet even goed tussen je platen kijken welke geschikt is voor zo'n soort patroontje. Of wat jij zelf leuk vindt natuurlijk. En verder heb ik ook nog een stempelplaat gebruikt met van die takjes. En dan zijn het niet speciaal van die tropische blaadjes, maar meer gewoon van die leuke takjes. En deze is ook van de Botanical Collection. En dit is plaat nummer 1. Helaas is deze collectie volgens mij wel uitverkocht. Volgens mij was die vorig jaar al uitverkocht. Maar ik weet dat heel veel van jullie hem dus hebben. Of als je zoiets hebt, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon gebruiken. En ik heb anders ook nog een hele mooie plaat van Moira. De Green Leaves. Plaat nummer 79. En daar staan ook hele mooie takjes op. Dus het zijn niet van die tropische blaadjes. Meer van die gewone plantjes eigenlijk. Dus die vind ik hier ook wel heel leuk voor. Oh, en ik heb nog één andere plaat. Deze is van Yours. En daar zag ik ook een paar van die dubbel stamping patroontjes op. Hier zie je ook die bloemetjes. Dus deze zou je eventueel ook nog kunnen gebruiken. Al vind ik deze iets minder dat ronde van die bloemetjes hebben. Maar deze zou je ook kunnen doen. Dus degene die deze plaat heeft, kan deze gebruiken. En dan heb ik hier een aantal stempellakken staan van Moyo. De gele is Sweet Custard. Pink, de roze. Deze mooie blauwe is Electric Teal. De witte en dan heb ik ook nog deze donkergroene en dat is Deep Abyss. En je kan natuurlijk andere kleuren nemen als jij dat leuk vindt. Maar ik vond deze wel echt leuk bij elkaar passen. Lekker zomers, lekker fleurig. Dus ik vond dit een hele leuke combi. En dan ga ik over deze nagel nu de bloemetjes stempelen. Ik ga even kijken wat ik leuk vind. Ik heb het hier op verschillende manieren gedaan. Een beetje aan de onderkant. Hier een beetje zo schuin over de nagel. Hier een beetje aan de onderkant en aan de bovenkant. Dus kijk gewoon even wat je zelf leuk vindt en hoeveel plek dat je hebt. Dus ik ga eens even kijken wat ik ga doen. Ik ga eerst beginnen dus met die bloemetjes. En ik begin eerst met de wat lichtere kleuren. Ik ga eerst met de gele kleur doen. Want dan kun je daar zo meteen nog makkelijk weer overheen stempelen met die wat donkerdere kleuren. Als je begint met blauw en roze, dan is dat lastiger om daar weer dat wit en dat geel overheen te zetten. Dus ik pak nu die gele op. Die zet ik hier een beetje aan de onderkant. Zo. Dat geel vind ik wel echt heel leuk. Ziet er lekker fris uit. En waar je op moet letten bij deze stempelplaat is als je dus zo'n groot vlak wilt oppakken, dat je er niet te hard doorheen schraapt. Want het is natuurlijk een heel groot vlak. En als je te hard met je schrapen er doorheen gaat, dan kun je per ongeluk wel eens wat van de stempellak eruit halen. En dat wil je natuurlijk niet. Hier zie je het ook een beetje. Hij is net niet helemaal goed gelukt. Op zich geen ramp, want dan kun je zo meteen nog wel wat van die groene takjes overheen zetten. Zo, en die zet ik dan net een beetje zo over dat geel. Mooi aan de zijkant. En dan ga ik daar weer dat roze en dat blauw boven zetten, denk ik. Ik vind dit ook een heel leuk bloemetje. Die ga ik met roze doen. Vind ik wel leuk met die blaadjes zo. Dus ook hier schraap ik weer voorzichtig doorheen. Ik pak hem op met mijn stemper. Het overtollige haal ik gauw weg met mijn duim. En dan duw ik die hier net daarboven. Zo. En het is natuurlijk super makkelijk dat je door deze stemper heen kan kijken. Dan kun je precies mikken waar je het bloemetje wilt hebben. Zet ik hierboven dan nog zo'n blauwe. Even kijken welke we daarvoor gaan gebruiken. Ik vind deze wel leuk. Die heeft in het midden wel een beetje zo'n open stukje. Maar daar kun je straks mooi die stipjes overheen zetten. Dus daar pak ik de blauwe voor. Pak ik hem op. Zo. En die duw ik dan een beetje hier aan de bovenkant. En dan kun je zo meteen nog de lege plekjes opvullen met wat takjes. Misschien dat ik hier nog wel een klein bloemetje zet. Nou, ik ga eerst de takjes doen en dan kijk ik eventjes of er nog iets mist. En voor de takjes heb ik dus die andere stempelplaat nodig. Er zitten allemaal verschillende mooie takjes op. En ik vind deze zelf wel heel erg leuk. Die is wat kleiner, dus die kun je mooi ergens tussen zetten. Die pak ik als eerste. En dat groen, dat steekt dan weer lekker af van die felle kleurtjes. Zo. Ook hier haal ik weer het overtollige weg. En dan zet ik dit takje een beetje hier aan de zijkant. Net over dat geel heen. Ja, ziet er wel heel leuk uit. Dan wil ik hierboven nog een takje hebben. Even kijken, daar pak ik deze voor, denk ik. Er zitten wat van die kleinere takjes aan. Vind ik wel een hele leuke. Zo. En dan ook
hier haal ik het overtollige weer weg. En dan zet ik die mooi hier tussen dat blauwe en dat roze bloemetje. Zo. Even kijken hoor, mis ik hier en daar nog wat? Misschien zou ik hier nog een klein takje kunnen zetten. Even kijken hoor, welke is nog leuk om te gebruiken. Deze vind ik misschien ook wel leuk. Of dit kleintje. Nee, deze ga ik gebruiken. Deze. En die zet ik net een beetje tussen dat wit en dat geel in. Dus kijk even hoe het goed uitkomt. Die zet ik een beetje hier aan de zijkant. Zo. Ja, dit vind ik leuk. En dan ga ik nu nog wat stipjes zetten in die bloemetjes. Je ziet dat ik hier verschillende stipjes heb aangebracht. Een paar kleinere of soms een grote. Dus kijk ook gewoon weer even wat je leuk vindt. Ik vind die kleintjes altijd wel mooi. Je kan die stipjes gewoon doen met een stempellak, met een paintgel. Ik pak nu een klein kloddertje zwarte gelpolish. En met een dotting tool zet ik nu die kleine stipjes. Dus ik pak gewoon die gelpolish op. En soms is het niet eens meer goed te zien hoor, waar het midden van het bloemetje is. Maar doe dat gewoon een beetje op gevoel. Zet hier en daar wat stipjes. Je kan er 3 doen. Of 1 of een paar kleintjes bij elkaar. En hier in het midden bij dat blauwe bloemetje kun je ook mooi wat stipjes zetten. Zo. Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel leuk zo. Dit moet nu natuurlijk heel even in de lamp, want dit is een gel polish. Dus die stipjes moeten even uitharden. En daarna kun je de topcoat eroverheen doen. Die zwarte stipjes zijn nu uitgehard. En nu ga ik hier weer die matte topcoat overheen doen. Dat geeft echt een superleuk effect. Dit hard ik dan uit in de lamp, want dan wordt hij weer mooi mat. En dan laat ik je zo meteen het eindresultaat zien. En hier zie je alle vrolijke bloemennageltjes weer naast elkaar. Dit is degene die ik dus net gemaakt heb. En ik vind hem echt super leuk geworden. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Het is eigenlijk een vrij eenvoudige nail art. Het zijn wel veel verschillende stempeltjes die je moet zetten. Maar verder is het eigenlijk niet eens zo heel erg moeilijk. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te zien. Als je er wat aan gehad hebt of als je het leuk vond om te kijken, doe dan zeker je duimpje omhoog. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.